Het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, heeft een nieuwe algemeen directeur. Raj Jatnanan Singh heeft vandaag het roer overgenomen van Dayashankar Mathura. Mathura zal zijn bijdrage leveren bij het Slans Hospitaal. De wisseling van de wacht geschiedde in aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. In zijn toespraak ging Mathura in op zijn loopbaan bij het Psychiatrisch Centrum Suriname. Hij heeft vanaf 1995 zijn krachten gegeven aan de instelling. Ik heb heel prettig mogen samenwerken met een ieder. En ik ga u zeggen, ik heb heel veel vrienden gemaakt in PCS. En in ieder die hoorde dat ik weg zou gaan, heeft me trouw beloofd om die vriendschapsband niet te doorbreken, niet te doorknippen. En dat zal het ook zijn van het hoogste niveau. Minister, directie, THO, tot de laatste man op de werkvloer, tot de cliënten. Ja, de minister zegt, inon gomoro bakama oktober naar PCS, maar dat is formeel. Maar informeel kom ik hier wel voor en zit er misschien na werktijd. En als ik u op straat zie, u bent mijn vriend en mijn collega. Dat zal altijd zo blijven. Ja, want een van de fenomenale dingen die we hier deden, was onze jaarafsluiting. De ongekende passen van dansen, 4 voor, 4 achter. We hebben nog steeds rugklachten van. Maar Raj, ik hoop dat je dat kan voortzetten. De nieuwe waarnemend directeur Jatnanan Singh zegt zich bewust te zijn van de zware taak die hij op zich heeft genomen. Het Psychiatrisch Centrum Suriname telt 450 werknemers. Ik heb hier jaren als psycholoog part-time mijn diensten verleend. Het was een hele andere werksfeer. En nu word je gevraagd om aan de andere kant van de tafel te zitten. Aan de ene kant neem je dan zoetjes aan afscheid van het gedragsmatige waarmee je bezig bent. En je gaat aan de andere kant zitten. Wisseling van de wacht. De econoom schuift door en de psycholoog komt in de plaats. Werken in een ziekenhuisinstelling is al een bijzondere taak, een bijzonder gevoel. Nog meer werken in een psychiatrische ziekenhuis is indeed een roeping. Er zijn denk ik niet zoveel die van de middelschool, lagere school al weten van en in hun handen klappen van ik wil gaan werken in een psychiatrisch centrum als ik groot word. Later krijg je wel de roeping en als je eenmaal erbij bent, dan ga je er bijna niet meer uit. Dat was Raj Jatnanan Singh, de nieuwe waarnemend directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Hij nam vandaag het roer over van Dayashankar Mathura, die zijn bijdrage zal gaan leveren aan het Slans Hospitaal.